Stichting Nieuwthuizen Rotterdam is een organisatie die zich inzet voor de integratie van 200 Syrische gezinnen. We bieden een versneld integratietraject dat bestaat uit een huurwoning, intensieve taalles, maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar werk of een vervolgopleiding. Mensen worden hier heel direct gevolgd. Het contact is heel persoonlijk. Het is niet alleen maar een kwestie van formulieren invullen. Nee, het is een kwestie van echt begeleiden, weten wat er speelt. We merken dat we heel erg veel leren van deze doelgroep. En kennis die we opdoen over deze doelgroep kunnen wij ook weer delen met de overheid. We werken ook met connectoren en dat zijn Syriërs die hier al langere tijd zijn. Die tolken, maar ze kunnen ook de hele culturele context vertalen. Dat werkt bij ons dus heel goed, omdat wij de doelgroep beter begrijpen. En beter begrijpen waar zij vandaan komen, wat ze nodig hebben. En de Syrische gezinnen in ons programma begrijpen de hele Nederlandse context beter. Mensen die naar Nederland komen omdat ze vluchteling zijn of asielzoeker, dat is omdat ze hier in dit land graag mee willen doen. En dan moeten wij het mogelijk maken om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus het is degene die hier komt wil meedoen, maar degene die ontvangt, en dat zijn wij, die moeten ook zorgen dat mensen mee kunnen doen. En ik vind wat we hier vandaag gezien en besproken hebben, daar een heel goed voorbeeld van. Het bijzondere aan onze taallessen is dat mensen intensiever les volgen en dat we maatwerk bieden. Dat betekent dat mensen in kleine klassen zitten op hun niveau. Als we merken dat mensen sneller gaan dan het niveau van hun taalklas, kunnen ze overstappen naar een andere taalklas. En hetzelfde geldt voor als ze meer tijd nodig hebben om de taal te leren. Een heel mooi gesprek over iemand die zegt, nou, ik ben gewoon aan het werk hier en dat doe ik op een manier die klopt bij wat ik vroeger in Syrië ook deed. En op die manier spreek ik ook de taal, op die manier ben ik echt bezig om onderdeel uit te gaan maken van de samenleving. En het plezier straalde eraf. Ik ben heel blij van mijn werk. Mijn collega heel aardig. Ik ben kok op Nieuwpoort. Ik maak appeltaart, snoepje. Op mijn werk spreken met mijn collega Nederland. Het programma van Stichting Nieuwthuizen Rotterdam is nu 2 jaar bezig en de eerste gezinnen zijn dus in augustus 2016 ingestroomd. Van die gezinnen zien we dat ze zeker stappen maken op het gebied van taal en sommige van hen zijn zelfs al uit de uitkering en ingeburgerd. Dat rapport dat komt medio oktober, dan ga ik het aanbieden aan meneer Koolmees, de minister. En ik doe dat omdat ik vind dat een aantal dingen die wij hebben besproken met mensen die hier graag willen wonen, de asielzoekers, de vluchtelingen, die zijn van belang voor zijn inburgeringsplannen. En dat betekent dat ik vind dat de gemeente heel goed moet opletten wie komt er in mijn gemeente wonen, wat hebben de mensen nodig, het maatwerk wat geleverd moet worden en niet van afstand en formalistisch naar de mensen kijken, maar zeggen wat kunnen wij nou echt doen als gemeente en als minister om ervoor te zorgen dat die mensen kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.